Hij staat in principe los van een model. Je maakt een matenlijst en die kun je dan steeds gebruiken in ieder model wat je al hebt gemaakt of wat je nog gaat maken. Het maken van een matenbel, daarvoor gaan we in het bovenmenu naar de knop extra. Vervolgens naar matenbellen bewerken. En in de pop-up die dan ons omhoog komt, klik je op nieuw. Dan kunnen we kiezen voor individuele matenbel, standaard matenbellen of gradatieverloop uit individuele matenbellen. Deze laatste optie is voor het maken van bedrijfsmatenbellen en behandel ik later. Standaard matenbellen zijn de matenbellen die meegeleverd zijn met het systeem. Die kun je niet veranderen, dus ja, daar kan je wel een leuke lijst van maken, maar die kun je dus toch niet veranderen. Individuele matenbellen, dat gaat dus inderdaad om de maat van een individuele klant. Die vink ik aan en de klant heeft een naam, bijvoorbeeld Ron. En dan zeg ik oké. En Ron is in dit geval een vrouw, nou, dat maakt niet uit, maar gaan we doen. Het eerste wat we dan doen, gaan we in het menu extra, gaan we instellingen voor best fit selecteren. Maar laten we gewoon Ron, ja, nee, maar, ja, ik heb meer dan 20 verschillende matenbellen waar ik uit kan kiezen, of waar de computer uit kan kiezen. En wat we gaan doen is dat we de computer gaan vertellen met welke matenbellen die rekening moet houden. In het begin, eerste keer als je werkt met het programma, staat alles aan. Ook hier staat alles aan. Dus het eerste gaan we eerst maar eens even alles uitzetten. In dit geval, ik zei net, Ron is een dame, dus we gaan alle damesmatenbellen, dat zijn er 11, die gaan we selecteren. De cuptabellen niet, want die zijn alleen wanneer je iets met cupmaat, dus een bustier of een BH gaat maken, dan worden die van belang. Maar de rest van de damesmaten wil je wel selecteren. Heb je te maken met jongens of met meisjes, kies je de meisjestabel of de jongenstabel. Of als je met heren te maken hebt, dan hebben we ook nog 4 herentabellen. Die kunnen ook kiezen. Dan vraagt de computer met welke kernmaten wil je dat ik op let. Op welke maat moet ik echt gaan letten? Nou, dan wil ik nu voor de hoofdmaten, lichaamslengte, bovenwijdte, taillewijdte, de heupwijdte. En dan vervolgens, ik wil de taillelengte, dus of de ruglengte, en de taillevoorlengte, oftewel de voorlengte, zoals je dat kan. Dus dat zijn de dingen waarmee je wil dat de computer rekening houdt. Oké. Vervolgens, als het nog niet aanstaat, zet je best fit aan onder extra. Hier staat automatisch best fit zoeken. Als ik die uitzet, kan ik zeggen zoek best fit handmatig. Instellingen voor, dan krijg je weer het vak omhoog wat wij net hebben gedaan en kun je aanpassen aan waar je mee bezig bent. In dit geval, let op. Je hebt altijd rekening te houden, de computer geeft de maten in millimeters. Dus 1,74 meter wil zeggen in millimeters. Dan de bovenwijdte van 94, 940 en de taille van 78. En hij blijft nog steeds. Oké, deze hoeft niet. En dan de heup is 102. Waarom maakt hij zo'n grote verschillen? Waarom blijft hij... Oh, autobus staat niet aan, daarom. Hij springt... Nu heb ik mijn autobus en dan springt hij automatisch. Ga ik even nog een keertje terug. Doe ik even zo, want ik wilde eigenlijk jullie even iets wat laten zien. Het is helemaal niet zo erg dat we het even opnieuw doen. Kijk, ik begin dus even niets. Dan begint hij met N28. Nou, dat is niet... Zeg, Ron is 1,74 meter. Dan zoekt hij de bijpassende maat. Hè. En de maat wordt hoe groter je bent, hoe langer je bent, zegt iedere matenbel eigenlijk. Dat is niet zo, maar dat zeggen ze nou helemaal. En dan de bovenwijdte. Ik zei net 98, geloof ik dat ik. Nee, 94, zei ik. 94. En een taille van 78. Kijk, en nou zie je, verspringt steeds de maat. En hier heb je het verschil met de basismaat. En deze is 4,0. En dan is het gewoon lange maat 42. Daarmee komt die overeen. Dit zijn de verschillen ten opzichte van de basismaat. Taillengte. Hij staat iets voor over. Behoorlijk voor over. En dit is 4,60. En dat klopt dan ook met, dus hij staat voorover gebogen.
Ja, dus lang en die is wat korter dan normaal, is langer dan normaal. Sla maar op. En deze maat kunnen we nu, en dan kunnen we sluiten en sluiten en sluiten. En deze maat kunnen we in ieder model oproepen. Bijvoorbeeld hier in het Colbert, wat ik toevallig al had staan. En dan zeg ik van, ik wil nu, op, in plaats van de maat 38, wil ik hier de ron hebben. En dan blader ik naar ron, dus dat is R. Daar heb ik hier ron. Ja, dus hier staat LB40, waarom? Oké, het zal. En dan zie je het patroon veranderen in de maat van de klant. Zeg dan wel bestand opslaan als. En geef het model Colbert-ron. Zodat je weet van oké, dit is het Colbert wat ik normaal heb. Maar nu in de maat van die klant. En dan kan je met deze verder gaan werken. Details gaan aanpassen bijvoorbeeld. Deze klant die wil bijvoorbeeld een wat smallere revers hebben. Die wil een wat smallere revers hebben. Die wil een opgesneden revers hebben. Waarbij ook zit het verkeerde knopje te drukken. Die moet ik hebben. Die wil een opgesneden revers hebben. Enzovoort. En zo kan je dat dus helemaal aanpassen. Ik ga het dan ook maar even aanpassen, want hij ziet er nu wel heel breed uit. Iets smaller. En die mag ook wat rustiger. Ja, en zo heb ik in een paar tellen heb ik een Colbert aangepast aan de maten van de klant. Laat ik jullie ook nog even zien het maken van bedrijfsmaattabellen. Weer naar extra. Maattabellen bewerken. Zeg ik weer nieuw. In dit geval kies ik gradatieverloop met individuele maattabellen. Ik wil van maat, ik heb wel eens een referentiemaattabel. Het wordt een damesmatentabel, dus ik kan ook, ik heb hier bijvoorbeeld alle maattabellen staan die we in het systeem hebben staan. Kijk, die kan ik allemaal selecteren als voorbeeldmaattabel, dus kies altijd een voorbeeldmaattabel. Ik heb hier een maat 34 tot en met maat 56 wil ik hebben. Dan wil ik een code hebben. Dus een code en die wil ik daarvoor zetten. En wat dan belangrijk is, als je voor een klant, ik had hem al, maar ik noem hem nog een keer dezelfde maat. Als je voor een klant zo'n tabel gaat maken, vraag aan de klant, wat zijn de maten van jouw basismaat? Die heb ik nodig. En vervolgens heb je het nodig van de klant, wat is de vergroting naar boven en naar beneden? Dus sprongbedragen. Bijvoorbeeld maat 38. Ik wil weten, hier van de bovenwijdte, naar boven toe is het een sprong van 4 centimeter. En op een gegeven moment zelfs 6 tot en op het eind zelfs 8 centimeter. En naar beneden heeft hij een sprong van 3 centimeter. Deze lijst met de sprong naar boven en de sprong naar beneden heb je nodig van de klant. Als de klant die niet heeft, kan je een voorstel maken. Maar communiceer dat dan ook dat het een voorstel is en dat de klant verantwoordelijk blijft voor die maten. Die kun jij niet hebben. Die kun jij niet voor verantwoordelijk zijn. Iedere maat kun jij aanpassen. En zoals je ziet, heeft iedere maattabel loopt langzaam op in de lichaamslengte. Maar dat is natuurlijk niet zo. Iemand die maat 58 heeft, kan nog steeds 1,58 meter lang zijn. Meestal, het eerste wat ik eigenlijk altijd persoonlijk doe, is al die lichaamslengtes allemaal op dezelfde lengte zetten. En dat is gewoon intypen. En dan iedere maat die je gewijzigd hebt, verandert die in rood. Dus maak zo'n maattabel ook in één keer, want als je hem dadelijk opgeslagen hebt, daarna komen die maten weer gewoon in zwart tevoorschijn. Dus nu kan ik heel goed zien welke maat ik al heb gehad. Het maken en aanpassen van een maattabel, er kunnen heel snel fouten in gebeuren. Dus het is een heel secuur werkje waar je heel netjes en secuur moet werken. En zo kun je dus eigenlijk alle maten langs. En dit hoef je in principe natuurlijk maar één keer te doen, één keer per seizoen. Hè. Per seizoen werk je het soms nog wat bij, maar in principe hoef je dat één keer te doen. En net als met de gewone maattabel, of de individuele maattabel, kun je deze al onder bestaande maten of bestaande modellen laden. En dan heb je de kledingstukken in de maten van de klant. Toegift en zo zitten al in het kledingstuk, dus daar hoef je geen rekening mee te houden. Nou, dan sla je hem op en dan, zegt hij, en dan zeggen we sluiten. Sluiten en sluiten. En ik zal hem even nu even hierbij pakken. Ik ga hem nu over Ron heen gooien. Hij heette Tom V, had ik hem genoemd. En dan pak ik wel maar Tom V 38 als basis. Die zet ik eronder en ik zet
En mijn andere maten eronder. Ik sluit hem. En ik zet hem in gradatie. En daar staat het patroon in gradatie in de nieuwe matenpaal. Succes!